En waar zijn de strips? Ja. Lukt het Captain Flash de afschuwelijke robotspinnen te verslaan? Zal Black Cat worden verslagen door sluwe kunstvervalsers? Overleeft Dr. Frost zijn strijd tegen de duivels uit de diepte? Je leest het in het grote superheldenboek. Nou ja, daar staan we dan wat is het, de Lombard Passage? In Oeteldonk. Ik zie hier achter een plaatje, Oeteldonkse Club. Wist ik ook niet dat hier de allereerste vergadering van de Oeteldonkse Club ooit is geweest. Okay. In het jaar 1882. Nou, dat is toch lang geleden? Hoe is het mogelijk? Dus zo lang vieren ze al carnaval. En daar mogen wij bij zijn, Marcel. Want, ja, wat een voorrecht. Een kleine 2 jaar geleden hebben we elkaar ook hier in Den Bosch al ontmoet. Ja, dat was toen wel. Hebben we gesproken over een van jouw eerste uitgaves. Dat was een science fiction boek. Ja, het was destijds het idee om 4 keer per jaar een bundel met klassieke comics, steeds in een ander genre uit te brengen. Toen hadden we een superheldenbundel en een science fiction bundel op de planning staan, maar door COVID, ben ik voor de science fiction bundel gegaan. En wonder boven wonder, hij is er. De droom komt uit. Ja, van iedere striplezer. Eindelijk. Het grote superheldenboek. Het grote superheldenboek. En ja, goed, wat... We zien natuurlijk superhelden op de cover, maar wat vinden we in het boek? Ja, het is een beetje dezelfde formule als vorige keer. Je krijgt een hele gevarieerde collage aan klassieke strips in een bepaald genre. In dit geval de superheld. Dat wil zeggen, er zijn een hele hoop compilaties op de markt waarin historisch relevante titels en zo bij elkaar worden gevoegd. En dat is leuk voor de geschiedenisschrijvers, maar we willen gewoon leuk, lekker strips lezen. Het is een snoepzak aan superhelden van heel erg in de Marvel-stijl, meer in de superhelden-stijl, iets met een beetje een Europese stijl. Komt hier van alles in tegen, gewoon lekker lezen. Nou ja, dat klinkt goed. Dus het is echt een beetje klassiek, lekker ongedwongen. Ja, 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 ja. Waarom heb je dit boek gemaakt? Waarom? Nou, er is niks lekkerder dan jezelf in superhelden verdiepen als je het soort jongetje diep van binnen nog bent zoals ik ben. En er zijn een hele hoop jongetjes en meisjes van alle leeftijden die nog gewoon lekker klassiek superhelden zouden willen tot zich nemen. Maar waar zijn ze? Nou, in de bioscoop kun je uit 3 superheldenfilms tegelijk kiezen. Je kunt bij de Action en bij de HEMA kun je zulke poppen voor in de zandbak kopen. En waar zijn de strips? Hier heb je een hele hoop klassiekers die voor de nieuwe lezer een heel mooi instapmodel zijn. Voor de gevestigde lezer een mooie aanvulling op de verzameling die ze al hebben. Want deze verschijnen voor het eerst Nederlandstalig op de markt. En dat was een beetje het idee achter het boek. Dat de simpele, ongedwongen superheld, avonturen van een paar pagina's lang, waar je geen voorkennis voor nodig hebt, dat die weer een keertje terugkomen. Net als je geen voorkennis nodig hebt voor een Suske en Wiske, niet voor een Urbanus, niet voor een Franka. Ik vind het heel jammer dat een Spider-Man strip of een Batman strip, dat je daar 18 issues voor moet verzamelen, of zo'n pil van een boek bij moet gaan pakken. En dan zelfs nog een hoop nuances van het verhaal mist. Terwijl toen ik jong was, kocht je een boekje en was je klaar. Nou, dit is zo'n boekje. Klassiekers. Kort maar krachtig. Heel gevarieerd. Dit wil je hebben als je gewoon even iets wil op de zomeravond. We hebben nu vooral even de cover gezien, maar ja. Wat kun je al wat van het binnenwerk laten zien? Ja, zeker. We beginnen hier met Captain Flash. Vind ik zelf heel erg leuk, omdat het een beetje die Marvel-stijl heeft, van echt die begin jaren 60 vibe. Een hele hoop klassieke superschurken komen er langs en zo, dat soort dingen. Echt wat je, als je een klassieke superheld wil, dan heb je dit soort werk in je hoofd. Goed geschreven, goed getekend. Hartstikke leuk. Ik zie hier Magno en Davy. Magno, de Magnetic Man. Die heeft qua kleding heeft hij iets weg van Shazam, die we tegenwoordig ook in de bioscopen zien. Komt uit een detectieve blaadje uit de jaren 40. Is allemaal iets prateriger, maar dat mag ook wel eens. Black Cat. Nou kijk, maar daar kom ik voor. Ik heb al in meerdere interviews gezegd
Ik ben bijna geneigd om gewoon verschillende specials met louter Black Cat te gaan uitgeven. Die lijnvoering is heel erg strak, bijna Europees. Er zit een vaste cast aan karakters in die mij ergens een beetje aan Kuifje en dat soort reeksen doen denken. Linda Turner, de Hollywoodster die in het geheim de heldhaftige Black Cat is. Geen superhelden, gewoon gangsters in elkaar knokken. Heel erg leuk. Dr. Frost, die is wat ongenuanceerder en daardoor juist heel leuk. Vooral in dit latere verhaal, dat ik even op laten zien. Hier, kijk. Dit soort duikers, die gaat hij dan in de pan hakken. En een van die de hele typische kostuums. Kijk, zo'n superschurk met een sigaar en met een snorretje en zo. Heerlijk. Ja, je komt het allemaal tegen. We hebben hier nog Captain Flash tegen robotspinnen. Hoe is het mogelijk? En dat is het fijne van zo'n boekje is, bevat het verhaaltje niet, je bladert door, kom je gewoon weer iets anders leuks tegen. Dit is wat ik graag wil lezen. Dit is wat ik, als ik een Engelstalig boek koop, dan koop ik zoiets. En in de Nederlandstalige markt eigenlijk nog niet bestaat. En nu dus wel. Nee, maar je mag ook wel een beetje trots op jezelf zijn. Ik mag een beetje trots op mezelf zijn. Klopt ook wel. Als je de dingen die je voor jezelf maakt, die slaan juist vaak wel aan. Ja, zeker ja. Ja, ik kan het ook niet helpen. Het is passie, hè. Want ik heb voor de komende maanden staat er nog een Giezelboek op de planning. En zoals je je wellicht kan herinneren van de vorige keer dat wij spraken, daar komt mijn interesse in klassieke strips heel erg vandaan. Daarnaast ben ik liefhebber van Batman. Dat vind ik de jaren 60 een hele leuke periode. Dus dan kom je sowieso al heel snel bij oude meuk uit. Maar die griezelstrips, daar gaan we nog even voor. Even een sprintje trekken en dan Frankenstein, monsters en vampieren en dat soort dingen uit mijn mouw trekken. En dat is met dit soort dingen ook. Ook met de science fiction strips die ik al uitgegeven heb en nog meer van aan zitten komen. Er is zoveel leuks om uit te kiezen. En ik heb zoveel plezier bij het selectieproces. Heel veel rotzooi lezen, heel veel middelmatig. En dan kom je iets tegen dat je denkt, oh. En dan vergeet je dat je aan het werken bent verdwijnen in die verhalen. Dat is mijn werk. En dat is een voorrecht, dat klopt. Ja. En waar kunnen mensen dit gaan halen? Je kunt hem kopen op www.peterpancomics.com. Dan krijg je een handige bol.com link. Maar liever nog heb ik dat je naar je lokale stripspeciaalzaak gaat. Omdat ze je wederom in deze periode heel hard nodig hebben. Tot het in de COVID-periode heel lastig was voor retailers, dat wisten we. Wat minder mensen weten op dit moment, is dat er een papiercrisis heerst. Papier is heel schaars, dus het is waar voor je geld. En geld dat ook naar retailers gaat, die weer investeren in creatieve en originele projecten zoals deze. Zoals origineel tekenwerk en schrijfwerk van jong talent. En daar hebben mensen als ik en mensen als jij die lokale winkels voor nodig. Dus ga hem halen. Als het niet ligt, vraag hem naar. En neem nog even een Franka mee of zo. Urbanus is leuk. Ik vind wat vind jij leuk, Marcel? Gewoon veel te veel. Ja. Of een Jerommeke, een oude. Tot hij dat, hoe heet dat gouden pak wat hij aan had? De gouden stuntman. Ja, de gouden stuntman. Ja. Nou, een mooie combi toch? Ja. Kun je avond of vooruit.